De Gamersnet Dreamhack Vlogs worden mede mogelijk gemaakt door Intel Pack for Dreamhack en Monster Energy Drink. Goedemorgen, het is de dag dat we naar Zweden gaan. Voor Dreamhack. Ik heb mijn tas al gepakt, staat hier. En de poes, die is al heel verdrietig dat ik wegga. Hey Lenny, what up? Ik ben werkelijk in extase. Welkom bij de allereerste opname van de Gamersnet Dreamhack Tour. Winter 2015 editie. En niet de tuk-tuk tour, maar de Lexus tour. De Lexus tour. We hebben even een autootje geleend die ons Pimp My Ride. Check die velgen, check die rims. Ja, het is wel Yokohama even bandjes, jongen. Ja, maar dat driften. Oh, ja. Nee, juist niet. Het is een reis van 12 uur. Het is dag 1. Stap 1 is dat we even een MSI rijden, want die waren vergeten flyers mee te nemen. dus die gaan wij nou mee. We zijn de pakketpostdienst. Eigenlijk wel. En stap 1 is Denemarken. Want we doen de reis in twee fases. Dag 1 rijden we 8 uur en morgen nog het laatste stukje naar Jönköping. Jönköping in Zweden. Dus de roadtour gaat nu van start. Zij gaan met de trein, wij gaan met deze bank. Roadtrip! Joehoe! Road! On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Nou, onze eerste tussenstop was dus hier MSI, want die waren dus flyers vergeten. Ekkersrijd, voor de mensen die het weten. Maar kijk dan. Dit allemaal, gaat allemaal mee. Oh, en hier ook nog dus extra veel Monster. Ja, de light voor mij en de niet light voor Tom. Want Tom kan me wat. En ik heb ook nog allemaal. Ja, en ik niet. Ja, nou, wij kunnen er ook nog bij. Nou, en we gaan een wheelie trekken tot aan Zweden. Dus, dat denk ik ook, dat is wel zwaar. Het zijn echt duizenden flyers. Ja, dus het zijn echt goede. Wat zal het zijn? 100 kilo of zo achterin? Denk het? Ja, zoiets. Nou ja. Jee, let's flyer naar Zweden. Oh, je moet weer laten zien dat je lijpe swagger boy bent. We zijn nog geen half uur onderweg en de eerste stop is gemaakt. Ja, broodjes. Broodjes zijn belangrijk voor een roadtrip. Ja. Oh, en chips, en worstjes, en koeken, en M&M's. Noten. Oh, en M&M's, ja. Ik vond het serieus al veel voor 8 uur rijden. Ja, we vreten het gewoon op. Je verveelt je in de auto achter het stuur, verveel je. Je kunt niks doen, dus gewoon bikken, weet je wel. Dat is het enige wat je echt kan doen. Maar we gaan nu wel echt een keer gewoon 6 uur lang rijden tot avondeten. En dan gaan we schnitzels halen in Duitsland. Oké, en dan is het goed geweest. Maar nu even minder pauzeren, meer doorrijden. Let's go! Of zoals ze in Zweden zeggen, ligu. Dat was echt super serieus, alsof je het wist. Oh, hoe heet je ook weer die drol, die Chris Segers. Zoals ze dan in de Zweden zeggen, lukken. En uit. Jongens, we hebben best wel veel file gehad. Te veel. Ja. 80 rijden. Ja, veel te veel. Duitsland, gewoon doorgassen, man. Autobahn. Maar we moeten nog 3 uur. We zitten nu in het noorden van Duitsland. We moeten nog 3 uur, dan zijn we bij Denemarken. Dus bij de tussenstop waar we een nachtje gaan slapen. Gaan we morgen het laatste stukje doen. Maar gelukkig hebben we een Nederlands restaurant gevonden. Ja, oh, fijn. Onze hoop in bange dagen. Nederlandse schat, ja, wat heerlijk. Fijn dat ze dat hier gewoon hebben. Precies. Zo op een top, zoals oma het altijd maakte. Zoals oma. Ja, het was McTulpenbollen. Het zou een goeie zijn voor 18 september. Ja. Huh? Oh ja, sorry, toen was Eindhoven bevrijd. Oh. Sorry, ik richt me even tegen jullie als je niet uit Eindhoven komt. Dat ik niet gek is dat ik de grap niet begreep. Standplaats gebonden. Dus nog een klein stukje, jongens. En dan komen we in ons golfresort aan. Ja, golfresort. Daar slapen we vannacht. Want het was serieus goedkoop. Het is echt heel vet. Dus ik hoop morgenochtend met jou de sauna te pakken. Ja, sauna. Of even tee-off doen. Even gewoon een balletje slaan. Even. Kijken wie die grootste handicap heeft. Ik krijg een heel fijn rugzakje. Ja. Heb ik gehoord. Echt, hè? Ja. PGB Power. Tom. Heb jij een pen bij je? Nee. Oké. Okay. Want ik wilde heel graag een R erachter schrijven. Als der ganze boner. Dit is een goede porno. Ik zal hem kijken. Ja, maar Tom heeft alles al gezien. Die loopt bij. Oh, die is nieuw. Oh, die ga ik kijken. On the road again. Going places that I've never been.
Oké, we zijn aangekomen in onze tussenstop in Denemarken. We dachten dat het een golfresort was en dat het super relaxed was. En echt sauna, jacuzzi, alles. Nee, het is echt super skeer. Gewoon echt, kijk naar de badkamer, kijk naar dit skeren toilet. Die bril is trouwens, die is gewoon... Dat is gewoon plastic. En Peet gaat nou, ik loop alvast de wc uit. Peet gaat zijn welverdiende after road trip poepje doen. En Peet is nou daar een mental breakdown aan het hebben. Ja, valt toch altijd vies tegen bij GamersNet, die hotels die we fixen. Ik vind het wel een keer leuk, zo'n skeerhotel. Dus we gaan nu dit editen, deze vlog. Die gaat heel snel verschijnen. Er komen nog veel meer andere toffe vlogs aan. Van in ieder geval Dreamhack. Dit was alleen maar the road trip to. Ik weet mijn god niet hoe we het gaan noemen. Maar laat in ieder geval weten wat je ervan vindt. Ik vind het mooi. Het is toch een mooi background element, Pete, die een beetje aan het... Ja, wat is dit voor gedrag? In ieder geval, we gaan nog veel meer doen met de vlogs. Laat ons weten wat je ervan vindt. En we hopen in ieder geval jullie terug te zien met veel meer andere vette Dreamhack footage. En helaas geen vette shots vanuit de sauna, die er niet is. Of een jacuzzi. Of een toilet met een fatsoenlijke porseleinen bril. Nee, allemaal niet. Tot snel, vanuit dit craphole wat onze tussenstop is.